Voorzitter, president Trump komt vandaag met mededelingen over een al of niet geclausuleerde verhuizing van de Amerikaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem. Het lijkt mij een goede zaak dat wij daarover een debat gaan voeren met de minister van Buitenlandse Zaken. Bij voorkeur voorafgegaan door een appreciatie. De heer Koeser. Voorzitter, geen steun voor het debat. We zien wel graag tegemoet een snelle reactie van de minister van Buitenlandse Zaken, al dan niet een EU-verband. Rest mij alleen nog te zeggen, wie Jeruzalem dan ook erkent als hoofdstad, voor ons blijft het en zal het altijd blijven El Quds.